Weet je nog dat ik dat filmpje heb gemaakt van een zeswampeper? En dat ik toen ook liet zien dat er metselbijtjes op zaten, dat de mieren de bestuiving deden. Nou, inmiddels is dit het resultaat. Het boompje, oftewel struikje, zit helemaal vol. En al echt helemaal vol met vrachtenbessen. Ik denk dat we nou wel voor meer dan 1000 maaltijden genoeg hebben. En hoe interessant is dat? Wat we zometeen gaan doen is, we plukken deze trosjes af. Kijk, er zit een heel mooi aanhechtingspuntje. Even iets scherp stellen als dat lukt. Nou, dat lukt niet. Maar dan plukken we ze af. En dan rijgen we ze ietsjes door een draadje heen. En zodoende laten we ze drogen. En als ze dan droog worden. Kijk, hier heb je al een mooi rood besje. Dus ze beginnen dus te kleuren. En als ze dan droog worden, dan zie je dat ze openknappen. En dan komt er een mooi glanzend pitje uit. Nou, dat pitje, daar zit helemaal niks, geen smaak in. En die gooi je aan de kant. En de schilletjes, die kun je vrij makkelijk loskrijgen van de takjes. Want er zit natuurlijk hele, dit zijn trosjes en die takjes, die komt er vrij makkelijk los van. En je hebt zo'n potje met heerlijke keukenkruiden gevuld. Waar je minstens een jaar van kunt genieten. En je kunt ze voor heel veel doeleinden gebruiken. Want je kunt ze eigenlijk bij het eten doordoen als marinade, bij soepen en sauzen. Maar je kunt er ook in de bol, dat is heel verrassend, je kunt ze ook heerlijk in de bol doen. Bijvoorbeeld een paar stukjes, dat moet je niet te veel doen. Want er zit echt een heel sterk citrusaroma in. Als je nu eens een besje in je mond zou doen, dan heb je het gevoel alsof je bij de tandarts geweest bent. Het heeft echt een waanzinnig verdovend effect. Dus ik zou zeggen, alleen je nagel erin, op je tong, is al voldoende om het te krijgen. En als je er besje dus echt helemaal fijn zou kouwen. Als je kiespijn hebt, nou, dat is werkelijk waar, het verdooft. Over een weekje of drie, denk ik, dan gaan we ze oogsten. Het gaat nu ook wel heel hard trouwens hoor, maar dan gaan we ze oogsten. En dan, dan hebben we dat heerlijke gerecht om mee, of kruid om mee te gaan werken in de gerechten. Kijk, deze blaadjes, die jonge blaadjes, die zitten de hele zomer eraan. Die zijn ook heerlijk. Je kunt ze in de soep doen, in de saus. Maar ik vind het eigenlijk, of in salades, maar zo is het ook al een feestje. Dit is dus sesamwampeper die bijna rijp is.